Overtreding, vrije schop. Aguero. Rakitic. Een rollertje en die bal is voor de keeper dus. Ja, hij kan hem zo oppakken. Het zag er even heel gevaarlijk uit, maar ja, de keeper redt die bal. Knap verovert de bal daar op het middenveld. Bal nu in handen van de tegenstander. Rakitic. Ja, en nu? Ze mogen een hoekschop nemen. Aguero! En corner. Oscar! Een schot van afstand, maar geen enkel probleem voor de keeper. Nee, deze keer niet, nee. Hij heeft een goed afstandsschot. Misschien moet hij nog een keer proberen. Jongen, die kan er helemaal niks van. Ik kan toch wat corner schieten? Mogelijk een goede kans hier. Messi. Ja, en nu? Komt met de juiste actie daar. Bereikt zijn ploeggenoot met die kopbal. Gaat op het doel af. Daar werd de gelijke stand bijna doorbroken, maar die bal gaat er niet in. En we krijgen een hoekschop. En hier een duidelijke afspiegeling van het spelbeeld. De ploegen zijn ongeveer evenveel in balbezit geweest. Ja, ze ontlopen elkaar nauwelijks. Ondanks de rustige opbouw komt er nu toch een einde aan de aanval. Houdt die balbezit? Oh! Keeper stond er precies goed voor. Prachtige controle op de bal. Heeft de voorzet. Messi! Oei, dat scheelde niks. Ik had hem eigenlijk al genoteerd even. Knap ingegrepen door die verdediger. Dit is Cristiano Ronaldo. Hij zoekt Aguero op en een paas door de lucht. Hij speelt graag op het randje van buitenspel. Maar dan moet je timing wel goed zijn natuurlijk. Ingooi. Kolasinac. Dit is Cristiano Ronaldo. En we hebben hier nog maar 5 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. Mooie actie van die verdediger. Wat een inzicht. Lucas. Die man heeft al geel en speelt nu toch wel met vuur. Weer een overtreding van hem. Ik ben benieuwd wat de scheids gaat doen. Hazard. Komt niet verder dan het middenveld. Oeh,
Kouyaté. De twee teams hebben 90 minuten lang niet voor elkaar ondergedaan. Ik ben benieuwd hoe dat... En zo begint dus de verlenging nadat 90 minuten geen beslissing brachten. Cristiano Ronaldo! Gered, maar de bal komt terug. Hij knikt de bal. Goal! Prima doelpunt met het hoofd. En natuurlijk ook wel een goede voorzet. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Prachtig doelpunt hoor, uitstekende kopbal. Ze maken het eerste doelpunt van de wedstrijd in de verlenging. Het is niet te geloven. Azpilicueta. Vrije trap vanaf een voor hem gunstige positie. Niet naar beneden koppen. Nou, hij verbaast me, Nick. Hij strekt zich ook helemaal uit, maar kon hem toch alleen maar schampen. En hij heeft de bal terug. Prima actie. Cristiano Ronaldo. En zo raken ze de bal weer kwijt. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. Sissoko. Oscar. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. Om de stand gelijk te trekken, maar die bal gaat er niet in. Die had er best in gemogen. Oscar. Nou, dat was een knappe redding en heeft de bal nog vast ook. Door. Ja, en nu de doelman een eigen doelpunt. Hij beschalkt daar zijn eigen keeper. Wat zal hij behalen? Wat een fout. Dat zal hem niet in dank afgenomen worden. Eigen doelpunt. Laten we die goal nog maar eens bekijken.
De coach zet er twee verse krachten in. Daar gaan we weer. Zou de beslissing het komende kwartier eindelijk gaan vallen? Aspilicueta. En een hoekschop. Geen doeltrap. Zo, klem vast die bal. Goeie redding hoor van de keeper. Sissoko. Aanval afgeslagen en misschien een kans om zelf iets te doen. Sissoko. Cornalon. De wedstrijd duurt nog 5 minuten. Als de stand gelijk blijft, krijgen we een strafschoppenserie. Nog een paar minuten en ook deze willen ze graag benutten, deze twee teams. Het blijft spannend tot de laatste snik. Er ligt een speler op de grond. Ik denk dat hij een spier heeft verrekt. Aguero. Goeie tackle en opnieuw balbezit dus. Cristiano Ronaldo staat klaar voor de inworp. De wedstrijd eindigt in een gelijkspel. Welk team is het meest koelbloedig bij het nemen van de penalties? Stopt hem. Goed gepakt. Doelman stopt de penalty, zeg. Goed gepakt, Evert. Hij lijkt er maar weinig vertrouwen in te hebben. Dat is gestopt, maar de bal belandt toch in het doel. Hij had hem bijna gepakt. De doelman gokte goed. Hij dook naar de goede hoek. Oh, hij stopt hem. De keeper heeft hem. Hij loopt aarzelend naar de bal. Houdt het hoog, doel. Ja, die zit. Die gaat erin. Goed genomen, Schaus. Hij staat stijf van de spanning, zo te zien. Doelpunt. Tot kansloos. Het komt nu op hem aan. Als hij mist, verliezen ze. De bal zit erin, hoor. Daar kon er niet bij. Hij heeft de wedstrijd in handen. Als hij scoorde deze penalty, dan winnen ze. Dat doet hij goed en dus is het afgelopen. Ze hebben gewonnen. Wat een spanning. Ja, het was zeer spannend. Zie je altijd bij het nemen van strafschoppen. Ja, zo'n kunst.